Het traditioneel gezag bestaande uit de grootopperhoofden van de verschillende inheemse en tribale volken en de voorzitter van Paraplantages hebben besloten dat het tijd rijp is om publiekelijk te praten over het schrijven van het Koningshuis van Nederland in het kader van het slavernijverleden met Suriname. Dit vertelde Frank Jabini van de organisatie Viti Makandra vandaag tijdens een persconferentie in het Naxgebouw. Jabini stelt dat de hoofden bij elkaar zijn gestoken en de handen ineengeslagen zijn om te bundelen als een sterk volk. De inheemse naar Zuidzee, de trio. Daar de tragramas refi be seni vertegenwoordiger, de nog de schrift no be mande, maar de schrift be agri na nga santaki en dan so abrifi gona akounu. Bakadati konu piki en ataki ayere. Masa de biggest ma fui ati de first ma fui, de taki de yere san konu nanga a premier taki. Ma de no piki ete, bika de okari de backup ting, di de aksi pardon kona wang fu fiti tedekba, dan fosi de sa sen bosko pu baka, pu piki bakara konre sa ufeni. En dan aso utaki, de graman, de dena krutu, de takanga de srefi, ma de befir taki a momenti doro fu kacha atori disi kona doro fu kondre sa yere. Jabini zegt verder dat de traditionele gezagsdragers nu eensgezind zijn. Graman Albert Aboikoni van de Sarafmakaners vindt dat er nu meer dan ooit gewerkt moet worden aan het wegwerken van de verdeel- en heerseffecten die de Europeanen hebben gecreëerd in de tijd van de slavernij. Mi wan tagi unu san konja nanga ala den tra seranasman fonanku den blakawan nanga den ingi brada nanga sisa taki mek uno fre de moro fu afverdeel en heers want we abi adresi fu afverdeel en heers. Adresi fu afverdeel en heers na Bondru, na Fiti Makandra. Solanga we Fiti Makandra, da yoshitaki, wantra winti o wai in Sranang. En wantra winti o wai mindri den afro Sranamang in Sranakondre. De Gramang benadrukt dat eenheid belangrijk is tussen de verschillende bevolkingsgroepen. Hij meent dat het nageslacht van de onderdrukten en de tot slaafgemaakten zich moeten losrukken van zaken die ze nog achterhouden.